jongens, voordat deze video begint wil ik jullie eventjes vertellen dat deze video geen facecam zal hebben. En dat komt, ik weet niet, volgens mij door Sony Vegas of door mijn recorde facecam video. Want als ik mijn gameplay en mijn facecam bij elkaar voeg, dan tript de gameplay. Dan gaat hij helemaal flippen en flikkeren en helemaal gek doen. Dus dat werkt niet. In ieder geval bij de volgende episodes is het volgens mij wel weer allemaal goed. Alleen bij deze was dat is het een beetje glitchy. Dus ik had hem geüpload, maar ik heb hem uiteindelijk niet op openbaar gezet. En ik heb besloten om hem overnieuw te uploaden. Dus bij deze is hij overnieuw geüpload zonder facecam. En voor de rest wil ik zeggen dat er vandaag geen facecam vrijdag komt. En dat komt dat ik gisteren echt enorm moe was. Ik had ook helemaal geen zin in. Ik speelde een paar potjes. Ik had super harde lag. En ik weet je wat, stik maar gewoon. Ik heb er even helemaal geen zin in. En als je dan een video gaat maken, dan heeft dat toch geen zin. Dus ik ga proberen van het weekend voor jullie nog wat Black Ops 2 te recorden. En dan komt sowieso nog wat van online. Maar in ieder geval vrijdag, vandaag dus geen facecam vrijdag. Dus sorry daarvoor. Ik hoop dat jullie deze video leuk zullen vinden. Vanmiddag komt nog een andere video van Call of the Ghost. Die is op zich ook wel best badass. Dus ik zou zeggen, kijk er naar uit. En enjoy deze video. Houdoe. Hey jongens, ik ben weer Dennis, aka Deske, en vandaag voor de episode 4 van Road to Life Minigun. En vandaag spelen we Stormfront. En Stormfront is voor mij een map waar ik altijd op ga snipen. Maar bij deze serie kan het dan helaas niet, want ja, het ligt er al wat ik uit die cappacks krijg. Dus we beginnen met dit ding, want ik kan hem wel sniper pakken, maar daar heb ik geen support erbij zitten. Dus helaas. Maar in ieder geval, deze map vind ik zo groot en zo saai. Daarom sniper krijg ik altijd. En dan ook met de thermal, vanwege die regen zie je bijna niks. Dus dat is eigenlijk ook normaal te doen op deze map. Dus, op zich vind ik deze map helemaal niet erg, want dan meestal eindig ik wel met een, weet ik veel, 50 om 2 of zo. Dat je gewoon met die sniper gewoon een beetje rustig aan het snipen bent. En een beetje assault streaken en zo. Je weet hoe het gaat, gewoon lekker chill. Maar ik weet mijn god niet waarom ik nou zo loop. Trouwens, ja, normaal loop ik anders, maar normaal heb ik ook een sniper. Dus dat verklaart ook wel een hoop. Hopelijk weten ze niet dat ik hier ben. Nee, yep, ze weten het wel. Ik weet niet wie er op mij schiet. Waarschijnlijk een live machine gun met thermal of zo. Dat gok ik. Oeps. Ik ben een bitch, ik weet het. Ik ben een bitch, ik moet hier weg. Oh shit, oh shit, oh shit. Wacht, cappers. Ik zit weer 11 uur achter een paal. Weet dat ze mij gewoon door die paal zien. Oké, ik moet hier gewoon weg. Ik haat deze spot. Ik zit nooit in het gras hier. Dat vind ik echt verschrikkelijk kut. Dus ik moet hier heel snel weg. Ik denk dat ik gewoon snel naar de overkant van de... van dit ding ren. Oh shit, ik zag hem. Ja, ik kan er niet doorheen kijken, maat. Hij had me al gezien. Ik had hem ook gezien, maar door die palen en al die shit, jongen, hij kon mij duidelijker zien als ik hem. Had hij geluk, kutjanus. Hij maakt in principe niet heel veel uit, want het is support, dus het maakt niet uit als ik nou een paar keer dood ga in principe. Want ik haal mijn streakjes toch wel. Zal in de vraag, zit hij denk ik nog steeds die kerel hier boven op die trap, want straks zat er hier wel. Toen ik naar binnen wou lopen, zag ik hier die enemy liggen en hij ligt er nog steeds, kijk maar. Wat een bitch eigenlijk ook, hè, wat een bitch. Kijk hem, het is een light machine gun. Ah, het is niet met... ik snap deze scope echt niet, hybrid. Ik snap dat echt niet. Ik denk, hij zal thermal hebben, dat heeft hij niet. Dat vind ik dan nog logischer, ik zweer het. Thermal, daar snap ik dan wel. Maar hybrid, ik snap het nut er niet van in. Ik snap het nut er niet van in. Ik zie het nut er niet van in, of ik snap het nut niet. Maar ja, maar... ja, je hebt er niks aan. Je zoomt een klein beetje in, maar het maakt het alleen maar irritanter. Vind ik zelf. Nou, we zullen wel gewoon dit ding weer pakken, want... we moeten daar toch uit onze... als ons kerstpakket iets krijgen. Ik zie ook bijna niks, hè, door dat gras hier in het midden. Oké, kijk, waar zit onze ammo crate? Het is een panzerfaust. Oh, leuk, man. Hoe komen ze erbij? Was die mis? Nou dan. Oh, dat dacht ik ook, ja. We zeggen, als die mis is, dan snap ik er echt niks meer van. Dan houdt het echt op. Oké, die eerste, die schoot ik hem voorbij, dat snap ik. Die was echt alleen direct impact dodelijk. Ja, dit is... Oké, je moet oppassen. Waarschijnlijk komen ze nou daar van rechts. Die kant. Of die? Ik hoor iemand. Wacht, het komt erin aan. Ja, ik hoor hem aankomen. Denk ik, ja, fuck it. Ik ga niet dom doen. Dat is ook een spot waarbij je heel erg moet oppassen. Want ze kunnen van heel veel kanten kunnen ze jou gewoon afschieten. Ze hoeven ineens in de buurt te zijn. Als ze al bij dat gebouw zitten, maar uit die raampjes, dan ben je al de lul als hier staat. Ik wil hier wel weg, eigenlijk. Shit. Zal ik toch maar even naar A gaan, want aangezien A nou van hun is, ik zou even A cappen, denk ik. Want ik heb geen zin om te verliezen en het is altijd typisch, maar ik heb altijd minder teammates dan de enemies, zeg maar, qua team hebben. Dus, ja, bijvoorbeeld nu is het 5 tegen 6 en dat maakt in principe niet heel veel uit, het is maar één persoon, weet je wel, maar altijd dan verliezen. Ik heb echt een fucked up slechte win-lose ook. Want ik wil best wel eens vlaggen cappen, weet je wel, maar ik ben niet van plan om constant op die vlaggen af te rennen. Want ik ga hier waarschijnlijk toch weer dood, omdat ik het probeer.
Waarschijnlijk. Ik zei niet dat het gebeurt. Ik hoop het niet. Ik dacht al, zie ik er nou goed? Dit is een kutplek, jongen. Je moet oppassen waar je naar beneden springt. Want als je helemaal in deze hoek springt, dan val je meestal dood. Ik verwacht om health regenerate, voordat ik dan doorga naar B. En nou zou ik graag een wapen willen hebben met thermal. Als ik hier sta, dan zal het als ik die sniper heb, dan kun je naar rechts kijken door de gras heen. Dan kun je alles goed zien. Maar ga eventjes... Oh lol, hij zweeft! Hoe kan dit? Oké, oppassen. Daar weet je hoe ik snipen. Oh shit, ik heb ze alle twee! Holy fuck. In ieder geval bedoelde ik dat. Als je daar gaat staan met de thermal, dan kun je mooi naar de overkant kijken. Maar wauw man, dit is echt verschrikkelijk. We worden echt gewoon keihard achterin onze spawn gepusht. En dan ben ik de enige nog die iets dan doet aan de caps, weet je wel. Dan cap ik nog een vlaggetje. Maar het is nou 4 tegen 6. Ik ga denk ik even... Nee, ik ga niet bij je af. Daar werk ik niet met de shotgun. Ik krijg net de slechtste dingen wat je kan krijgen, een beetje. Oh shit. Nee. Niet handig. Hij zal niet bij mij in de buurt komen, ben ik bang. Ik hoop het wel, denk ik niet. Er zit er eentje links maar bij die trap. Oké, ik heb je range niet. Woehoe! Die was lelijk. Oké, zeg alsjeblieft dat dit werkt. Zeg alsjeblieft dat dit werkt. Nee, ik hoorde hem! Ik heb tenminste die ghillie shoot gekozen. Die heb ik tenminste. Oké, nou hebben we 2 vlaggen. Dat is heel goed. Losing A, dat is niet de bedoeling. Ze waren B aan het cappen, dacht ik. Maar zijn dus C. Ze waren C aan het cappen, dat is mooi. Als ik nou even terug naar A kan rennen, dan kan ik daar en mijn ding pakken. Mijn ammo crate. Oké, dat gaat niet worden. Dit is een submachine gun, hè? Het is nog steeds geen assault rifle. Wat? We zijn alle twee al kwijt. C en A. Ik kan naar C rennen, of naar A rennen, om dat te fixen, maar... Hoe snel we zijn dan C? Oh mijn god, gewoon sprayen, ik zag toch niks. Oké, dit is enemy. Oh shit. Zeg alsjeblieft dat hij helpt. Nee, please, help. Oké, gelukkig. Oké, ik wil even C cappen. Team, ik ga me nou niet blokken. What the fuck, man? Ik hoor ineens een enemy lopen, hè? Ja, het is dit, jongens. Ik kan niet constant op en neer blijven rennen. Dan moet ik snel zijn. Pak de ding sneller. Ah, dit is zo chill, hè. Shot cap bent met lime machine gun. Ja, het is dit. Ik wil nog een vlag. Welke gaan we nou cappen? We gaan, ja, ik moet toch naar A. Ik kan B proberen, maar... Je loopt een klein stukje meer en je hebt zekerheid dat je hem kan cappen. Dus ik hoop dat mijn team bij A kan cappen. Ik hoop het echt, want ik ga er nou wel naartoe. Hopelijk gaat hij niet dood. Wacht, ik dacht dat ik iets zag. De minimap, maar... Oh shit. Oh! Get owned, motherfucker! Holy shit. Zag hem, hij wou mijn knife. Nee, waarom krijg ik nou mijn shotguns? Hier heb ik helemaal niks aan. Hier kan ik dus helemaal niks mee, nou. Ja, ik ga het toch proberen. Ja, ik ga toch maar op die vlag af. Hopelijk heeft het zin. Oh shit, zit een sniper boven. Geen sniper, of wel? Dat moest ik even doen. Gewoon om nog een klein beetje kans te maken dat ik hier iets kan doen. En dit is echt fucked up. Als ze daar boven staan, waar 90% van de tijd is, gewoon dat er gewoon zo'n grote kans is daar komen. Maar dat is gelukkig dit keer niet. Maar in ieder geval kan ik dus niks doen. Nee, kom maar. Oh shit. Kom maar. Teammate, fix hem. Oh, get owned. Oh shit. Nee, ik heb geen range. Ja, ik snap niet waarom ik constant die shotguns krijg. Ja, kijk maar. Ik ren naar A toe. Ik heb A. We zijn CO weer kwijt. Ik kan hier niks mee, jongens. Ik doe mijn best. Ik zweer het je, maar... Ja, zal ik dan maar weer via die kant... Oh shit, wat een bitch. Hij is dood, is goed dus. Boven iemand. Oh, die is ook dood. Ik zag het ineens op de minimap. Ja, dan gaan we weer via die kant naar C toe. Maar ja, kijk die punten. We kunnen niet eens... Een beetje terugkomen, dat lukt gewoon niet. Is echt impossible. Dit is gewoon een map waar je gewoon niks kan doen als je alleen bent. Daar ben ik wel eigenlijk vrij zeker van. Ik denk dat wel een feit is. Ja, kijk maar jongens, ik loop bij A weg en hoppakee, ze hebben alweer A. Ik kan hier niks doen. Had ik net geen wapen gepakt trouwens? Lol. Oh, securing B, dat is gunstig. Ik ga proberen C nog te cappen met het klein beetje eer dat ik nog over heb. Oké. Ik kijk gewoon ergens heen. Ik ga gewoon cappen. Nee, dat duurt te lang klimmen. Ja, kijk ze. Oh, wacht. Hier zit snaaltje te cappen. Ah, nee. En dan misschien kan ik ze er killen. Wauw, dit was echt een foul match. Kijk mijn team. 4 tegen 6. Ja, ik kan niks anders maken dan dat we gewoon keihard gefaald hebben. Toch hoop ik dat ze een leuke episode vonden. Het is een keer wel anders. Het is wel echt een map die ik normaal gezien niet echt veel zou spelen.
En wat kan ik hier tegen doen, jongens? Wat kan ik hier tegen doen? Ik denk, nou, dan doe ik nog een klein beetje proberen om die vlaggen te cappen. Nou, het heeft gewoon geen zin gehad. Ben ik bij A, dan pak ze C. Ben ik bij C, pak ze A. Je voorkomt ze leuk, volgens mij. Als je leuk vindt, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Adieu.